Jermaine, wat vond je van de optredens? Hij komt er naar voren. Want Gerard, dit is de oudste tegenover de jongste kandidaten. Hoe kan het zo uit naar al die duizenden kandidaten dat jullie nou precies overblijven? Eigenlijk zien we allebei al gewoon allebei de winnaar. Laten we dat zeggen, jullie zijn allebei even goed. En het is bijna anders dan meer gelijk, dames en heren. Monique, zou je alsjeblieft nog even willen zeggen om een hele simpel compleet te maken? Hoe zou jij dit willen formuleren? Want dat lijkt me hartstikke moeilijk. Dankjewel. Mag je nog een keer? Het is ongelooflijk moeilijk om op zo'n moment suprem te moeten presteren. Ik bedoel, Luciano heeft het idee dat hij denkt van, ik had het beter kunnen doen. Maar waar je aan moet denken, Luciano, is dat als iets fout gaat, dan moet je doorgaan. En dat is precies wat je hebt gedaan. Je bent niet gestorven. Heeft ook weer iets fenomenaals laten zien met nog meer detaillering in zijn choreografie. En ja, ik vind jullie beide absolute toppers, fantastisch. En jij mag natuurlijk ook nog even wat zeggen wat jij ervan vond. Wie? Lee, ik vond, wat vond jij ervan? Ja, sorry, jij wel, het is geluid. Ja, het is veel geluid. Ja, ik vond ik vind het moeilijk. Ik vind het alle twee super om naar te kijken. Zoals het mooi zal zijn, de details in Mike's choreografie waren top. Maar ook Luciano, zelfs bij een klein missertje, hij gaat gewoon door, hij blijft lachen. Dus hoe dat voor beiden. Ja, en Mark, wat vond jij ervan? I'm just so honored, first of all, to be Michael Jackson's casting director, but also I'm so honored to come to Belgium and Holland for the people and for you guys to produce talent like this. You should be proud of yourselves, both of you. Absolutely. Thank you. Thank you very much. Dank je wel, Mark. Ik zie dat je een beetje beteut kijkt, Luciano. Dat hoeft niet hoor, want je hebt het geweldig gedaan.